En superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Karin Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer aan de slag met droogbloemen. Of tenminste verse bloemen die mooi indrogen. Ik kreeg namelijk heel vaak de vraag of ik weer iets kon maken. De ring die eerder al is gemaakt op een andere manier. Dus ik heb een hele mooie industriële zwarte ring. En daar gaan we mee met droogbloemen werken. Dus ja, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Nu graag zelf maken. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je dit complete pakket kan bestellen zoals ik hem vandaag heb gemaakt. Daar kun je er zelf mee aan de slag. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. Ik zie dat 70% van mijn kijkers nog niet geabonneerd is. Het kost niks. Maar daarvoor blijf je wel op de hoogte van alle video's die online komen. En daarbij help je mij ook nog eens groeien. Dus daarmee help je mij weer. Goed, gaan we nu echt beginnen. Ik heb hier dus een hele mooie metalen en zwarte ring. Echt het industriële wat je heel veel terug ziet komen. En daarmee gaan we aan de slag. Ik heb allerlei mooie bloemen, gipskruid, scabiosa bolletjes, eucalyptus, echt van alles. Maar allemaal mooie materialen die je goed kan drogen en daarnaast ook nog wat droogmaterialen. Dan ga ik jullie even iets dichterbij halen, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik heb dus een ijzeren ring en ik ga hieronder bloemen maken. Ik heb achter hier de kinderen, dus het kan zijn dat jullie het een en ander horen, maar die zijn hier lekker aan het spelen. We gaan de onderste rand gaan we vullen met bloemen. En dan gaan we dus het begin maken met ijzerdraad. Ik werk ongeveer van hier tot hier. Ik vind het mooi om het onderste gedeelte te doen. En deze gaan we dus bevestigen. Ik buig het ijzerdraadje er gewoon omheen, zodat het even goed vast zit als je het aantrekt. Dan heb ik alle bloemetjes, zoals je net zag, allemaal in kleine stukjes verdeeld. Zodat je ze goed kan binden. Je pakt elke keer toefjes bij elkaar, dus je pakt van alles bij elkaar. En deze leg je op de krans. Deze leg ik er dus op en dan wikkel je met de draad er even stevig omheen en je trekt hem even goed aan. Ik wikkel altijd even twee keer eromheen om extra stevigheid te hebben. Dan leg je het volgende toefje erop en zo werk je elke keer verder. Dan wikkel je hem even twee keer omheen en pak je het volgende toefje. Zoals je ziet heb ik weer een toefje met allerlei materiaal erbij gepakt. Die leg ik erop en dan wikkel ik er weer twee keer omheen. Hoe dichter je hem op elkaar legt, hoe compacter die eigenlijk wordt. Ik heb hier weer een toefje. Die leg ik het even aan. En ik wikkel er weer omheen. Trek hem even goed aan en wikkel hem nog een keer.
Zoals je ziet hebben we dan echt al een heel mooi begin. Dit is hoe de voorkant eruit ziet. Ik werk in het midden iets boller dan aan de zijkant, maar daar kun je zelf je stijl in aangeven. Werkt mooi compact, zodat je dan geen ijzerdraad ziet. Daarnaast is dit de achterkant. Dan kun je echt wel zien hoe die gebonden is, maar je hangt hem op. Wil je nou dat je hem voor het raam bijvoorbeeld hangt en dat hij aan beide kanten mooi is, zorg dan dat je rond bindt. Maar deze is bijvoorbeeld erg mooi, zoveel aan de muur. En jongens, kijk die combinatie van die kleuren. Heel mooi. Zoals je ziet kom ik nou aardig in het midden, dus dan moeten we gaan kijken tot hoe lang we doorgaan. Deze moet namelijk andersom er tegenaan, zodat je juist weer dat effect krijgt dat het begin hier ook het begin en het eind wordt. Dat doen we door deze er dwars tegenaan te leggen. Een beetje het eind tussen de rest en dan wikkel je daar alvast omheen. Dan heb ik hier dus ook een toefje. En ik zorg dat de steel niet te lang is. Dus die knip ik eventjes af. Ongeveer zo. En deze leg ik er eigenlijk dwars tegenaan. En daartussen doe je weer het ijzerdraad. Dus je wikkelt eigenlijk op dezelfde manier. Alleen zorg je zo voor een einde. Nu is het zo dat je hier een inham krijgt, dus deze moet je weer opvullen met bloemen. Dat doe je door het steeltje er eigenlijk echt tussen te leggen en daar weer een wikkeling omheen te doen. Dus je wikkelt hem een beetje tussen de bloemen, zodat je het ijzerdraadje straks niet meer ziet. Dan heb ik hier nog hele mooie distel. Deze zijn wat groter en die wil ik allebei aan het uiteinde. Nu kan je daarmee beginnen, maar omdat ik hem in het uiteinde wil en in het midden, wil ik dat best wel precies hebben. Dus dan vind ik het handig om dat later toe te passen. Wat je dan doet is eventjes de distel, die stop je tussen het ijzerdraad waar je net mee gewikkeld hebt. En je kan het eind gewoon vastmaken door een keer te wikkelen. En deze wil ik natuurlijk ook aan de andere kant ertussen. Dus deze stop ik er op dezelfde manier tussen. Zodat we een heel mooi uiteinde krijgen. En die steek ik tussen het ijzerdraad. Op deze manier zit hij eigenlijk gewoon mooi vast. Op
deze manier heb je dat de distel mooi recht vooruit kijkt. Want als je hem meewikkelt naar de zijkant, gaat hij altijd met het kopje iets opzij staan. Dus op deze manier heb je mooi in het midden. Echt een middelpunt van je krans. En ook aan het eind heb je mooi dat hij meeloopt met de rest. Maar vind je het nou lastig om hem er zo tussen te krijgen, kan je hem ook met een beetje koud lijm ertussen lijmen. Dus dat is ook geen probleem. En dan zie je dat je een heel mooi gevulde krans hebt. Goed, vind je dit nou leuk en denk je van, goh, ik wil het zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Dus met materialen en alles wat je hiervoor nodig bent, dus wat ik ook heb gebruikt. En ja, vond je het een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter, dat vind ik heel erg leuk. Of misschien heb je al iets wat je heel graag wil zien. Daarnaast heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's en deel dat dan op Facebook of Instagram. En tag mij, dan maak je ook nog eens kans op een leuke prijs. Elke maand wordt er een winnaar bekendgemaakt. En de winnaar van december ga ik nu bekendmaken, die komt hier in beeld. Gefeliciteerd, wij gaan contact met jou opnemen. En dan wens ik jullie weer een hele fijne dag. En wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en dan zie je mij woensdag weer. Doei!